Welkom iedereen voor de tweede Road to Rolling podcast. En we gaan de mensen een keer meenemen naar Londen, naar onze laatste trip, Dieter. Ja. Van een tweetal weken geleden. We hebben op die dag 6 mensen ontmoet. In de vorige aflevering hebben we verteld over onze eerste 4 ontmoetingen. Klopt. Maar ik denk dat ontmoeting 5 wel voor ons dan misschien persoonlijk de belangrijkste en de grootste is. Wie hebben we toen gezien, Dieter? Ja, de fantastische David Tennant. En wat speelt hij in de Harry Potter films? Bart O'Krenk Jr., Barty Crouch Jr. En veel mensen, denk ik, en misschien ook mensen die ons nu volgen of deze podcast zien, ja, kennen hem waarschijnlijk als Doctor Who of door velen als de beste Doctor Who bevonden. Ik vind dat zelf ook wel. Matt Smith kwam dicht, maar... Allee, ook absoluut. Absoluut, inderdaad. En voordat we gaan vertellen over de ontmoeting, moet je dan een keer kort schetsen en dan een keer heel vlug erdoor gaan van hoe dan zo'n dag eruit ziet. Maar voor de mensen die de long form willen, gewoon naar de vorige podcast luisteren. Ik denk dat dat best is. Maar dus, voilà. Het stond sowieso gepland dat ik op 4 januari naar Londen ging gaan. Op dat moment hadden we een 3-4 handtekeningen in de running, denk ik. Maar kort daarvoor hadden we gezien dat David Tennant op de planken stond. Kregen we bevestiging dat we mochten gaan. Dan heb je ook maar alles laten vallen om mee te gaan. Op de trein naar Londen is het dan nog gelukt om de 6e handtekening vast te leggen. Dus het was een dag met 6 handtekeningen. In de vorige podcast hebben we al gesproken over Ian Hart, Ralph Ineson, Danny Tabor en Carolyn Pickles. Klopt. En hebben we het net afgebroken voor het hoogtepunt, zoals het hoort. Hè. Yes. Maar, dat was op dat moment wisten we al van, dit is hier een zeer vlotte dag. Hopelijk blijft het zo duren. Ja, zeker. Mogen Klopt. We wel zeggen dat dat heeft blijven duren. Hè. Absoluut, absoluut. Voor de luisteraars en de kijkers. We zijn de vorige podcast geëindigd met onze ontmoeting met Carolyn Pickles. En dat was ergens in een koffiebar. In noorden van Londen. Noorden van Londen. Een zeer fijne ontmoeting. Luister zeker naar de vorige podcast als absoluut. Je er meer wil over weten. En toen, het volgende op programma, moesten we om 6:15 in Hartje Londen zijn voor een afspraak. Om 6:00 dacht ik zelfs. Of zelfs 6:00, inderdaad. We hebben altijd minder tijd dan gedacht, Bart. Absoluut, inderdaad. Waarom dat 5:45 zag? Omdat we waren een klein beetje achter op schema. Ja. En jij had toen... gebeld of gestuurd naar de medewerker van het theater van zo misschien 6:15 kunnen. En hij antwoordt nee, want... dat wisten we op dat moment nog niet Nee, echt, dat wisten we inderdaad nog niet, maar het 6:15 ging niet gelukt en omdat de repetitie startte. Klopt. Waarom zeggen we dat? Omdat sommige mensen denken toch, een dagje Londen, lekker, veel tijd. Om daar maar een idee te geven, Carolyn Pickles, het was 30 minuten op de metro. Het was ook al 5 minuten wandelen naar de metro, dan nog wachten op de metro, uitstappen, nog wandelen naar het theatergebouw. Het kostte ons al 3 kwartier om van de ene locatie naar de andere locatie te gaan en dan mocht er nog niets tegen zitten. Dat Klopt. Zijn geen plezieruitjes voor ons. Dat is echt soms lopen, springen, in allerlei bochten wringen. Dansen, vliegen en weer opstaan. Ja, ik was aan het zoeken naar de woorden. Maar ik wist dat je die ging weten, Bart. Ik wist het, dat je alle foute klassiekers kent. Over welk theater ging het? Harold Pinter Theater. Harold Pinter, ik heb dat hier even open gezet op de computer. Voor de mensen thuis, de zaal hebben we zelf niet Nee, het is ook de eerste keer dat we deze zien. Een zeer fantastische zaal. Bij welk stuk stond David Tennant? Good. Good. Er weer? Voor de mensen die nog interesse hebben, het spijt ons, maar we waren zelf op de valreper geraakt. Het is ondertussen En zo zie je het theater eruit. Ja. En wij zijn toen naar de ingang gegaan, maar ze hebben ons naar de stage doorgestuurd dat iets meer achteraan Klopt. Ligt. Maar eerst nog een keer terug, Dieter, omdat we spreken nu direct van een theater en dergelijke. Ja. Eigenlijk moeten we erbij zijn van, doorheen heel ons project, hebben we een paar keer redelijk veel eigenlijk David Tennant proberen te benaderen op allerlei manieren. We kregen nooit de respons totdat jij zag van, wow, hij staat op de planken in die periode in Londen, misschien moeten we daar een keer proberen. Je zit bij een grote agency. De echte topacteurs zitten bij zeer, zeer grote firma's, noem het maar, bijna. En dat is niet evident om binnen te raken. We hebben de ervaring ook soms met buitenlandse conventions. Wat geld opbrengt, wordt er zeer snel opgesprongen. Wat geen geld kost, is toch maar tijdsverlies.
We kunnen daar ergens een stukje in volgen, maar wij zijn een kost qua tijd. Dus hebben we nooit een respons gehad eigenlijk. En om daar even op in te haken, en niet slechts over organisaties die bijvoorbeeld Comic-Cons organiseren, maar we merken wel dat de ene organisatie er al iets opener voor staat voor ons project dan andere organisaties, waar dat het vooral redelijk profit-based is en waar dat we heel moeilijk, zonder namen te noemen, waar dat we heel moeilijk binnen raken. Wat we wel mogen zeggen is dat de Belgische conventies enorm behulpzaam zijn. Organisaties Brussels, Antwerp, Facts, absoluut. Dikke duim voor hen. Nederland ook, Amsterdam Comic Con was zelfs de eerste die ons geholpen heeft. Klopt. Duitsland ligt iets moeilijker voor het moment. Klopt. Maar goed. We zien wel wat dat de toekomst brengt. Dus je hebt contact opgenomen met het theater? Omdat we merken uit het verleden, we hebben er al een paar ontmoet in theatergebouwen, in operahallen en zo verder, dat die mensen ietsje makkelijker te bereiken zijn. En als zij als er die avond een voorstelling is, dan is er daar een hele crew aanwezig. Een floor manager, een stage manager, mensen aan de voordeur, mensen achter de bar. En dat zijn iets makkelijkere toegangspunten. En we hadden een heel snelle respons van de stage manager van de Harold Pinter Theater. En die zei van, ja kijk, voorgelegd aan David Tennant, hij ziet het zitten, kom maar af. En zo makkelijk was het soms. Ja, super makkelijk. Wel, kom maar af, maar wel met het ding van, kom maar af, morgenavond om zes uur. Ja. Wetende dat je eigenlijk om 6 uur op dat uur op de trein moest zitten. Klopt. Terug naar België. Klopt. Dus dat was... Ik had maar één heel erg groot voordeel. Ik werk in een bedrijf die geleerd is aan de bouwsector, dus wij volgen bouwverlof. Dat je dus, een bouwverlof had. Ik was die week in vakantie, maar Bart, je kent mij goed genoeg. Last minute change of plans ben ik niet soms, de allergrootste fan van. Nee, is soms inderdaad moeilijk. Maar ja, we zijn er toch in geslaagd. Bart, we zijn in Londen geraakt. We hebben onze Eurostar onboekt. En rond 6 uur kwamen we daar aan het theater. En we moeten eerlijk zijn, Dieter... een ontmoeting als dit is eigenlijk... Allee, we hebben nog niet zoveel smooth ontmoetingen of vlotte ontmoetingen gehad. Zoals we hebben dit. Niet echt onthoogelingen gehad en ontmoetingen, maar de meeste ontmoetingen is zo... Wacht even daar, of ja, ik moet nog een keer gaan vragen. Of er is een ditje, of er is een datje. Of ja, het gaat misschien toch net niet lukken, of hij gaat er misschien net wel zijn. Het is zo altijd iets, dit is al altijd goed gekomen, maar om te zeggen van... Dit was nu een keer lekker smooth, zoals je zegt... Zoveel geluk hebben we nog niet gehad tot David Tennant. Ja, absoluut. We kwamen toe aan het theater. We gingen eigenlijk gewoon via de reguliere ingang. Ja. En daar hebben we het gevraagd. En zei die mens van, we gaan naar de stage door. Het was ze ook de eerste keer dat we daar waren. Allee, bij de Old Vic weten we waar we moeten zijn. Bij de anderen kennen we het ook al een beetje. Maar ja, goed, Harold Pinter Theater was de eerste keer voor ons. Je kunt moeilijk heel de dag gebouwen een keer 2 keer aflopen en overal je neus binnensteken. En dan liepen we naar de stage door en we waren daar heel hartelijk onthaald. Goh, dat was een droom, hè. Ja, maar die er stond mensen een andere jongen aan de deur, hè. Die doet de deur open en dan horen we vanuit een kotje, mag ik zeggen, zeker? Ja, het was niet veel meer dan een kotje roepen, is het Dieter? Is het Dieter? Yes, it is. Let me in. Voilà. Die mens was fantastisch op de hoogte. Igor. Hij noemde Igor. Vaak zijn er zo wel wat mensen op de hoogte of iemand weet ervan en moet het dan aan een andere gaan vragen. Maar die mens was gebriefd van A tot Z. Die wist alles. Nee, we kwamen binnen en direct van, ik weet voor wat hij komt, ik ga hem bellen. Dus hij belde, hij zei tegen ons voor 1 minute. Zeker. En dan 1 minuut later, was zover, kwam David Tennant samen met zijn manager. Misschien nog even voor de mensen die denken, de stage door, lekker luxueus, lekker ruimte. Dat was misschien zo bij Bridge Theater, maar dat was niet bij Harold Pinter Theater. Klopt. Dat was een zeer, zeer klein, oud conciërge, kotje. Ja. Zoiets klopt. Altijd. Klopt, maar het had wel iets. Het heeft wel een bepaalde charme. Het had charme als je houdt van de jaren 40, 50. Het had wel zijn charme. Hadden we een derde persoon mee, dan moest hij buiten wachten. Ja, dat is inderdaad wel waar. Voilà, en plots in de gang stond hij daar. Dan stond hij daar. Ja, super vriendelijke mens. We moeten heel eerlijk zijn, we hebben er niet zoveel tijd mee gehad. Maar dat wisten we ook op voorhand. Op het moment zelf wisten we niet hoe nauw dat de planning was, maar nadien hoorden we dat we ons totale window van toekomst tot en met dat hij weer weg moest, maar eigenlijk 15 minuten was. Ja, klopt.
Dus allee, als ze dan net toekomt en ze moeten nog een keer bellen en je moet dan nog proberen kort een uitleg te doen en nog tekenen. Allee, het moment zelf wisten we het niet, maar het bleek dus dat we echt wel een heel nauwe periode van tijd hadden. En we zagen het wel een klein beetje aan hem dat hij, ja, dat hij gehaast was. Ja, goed, bleek dat er een repetitie onmiddellijk stond te beginnen. Nee, voilà, maar nog altijd chapeau hij was, dat hij chapeau wel echt voor ons ja. tijd maakt om dat, dat te doen. Hij was op de hoogte van het project en heeft vlug het, het boek getekend. Misschien moet je een keer even tonen wat hij in het boek geschreven heeft. Welke pagina weet je het van buiten, Dieter? 190. 190. Voor de toekomstige koper, 190 tekenen ervoor. Het is wel iets leuks, is het duidelijk zegbaar. Ja, de grote bewegingen van boven, dat is dus duidelijk zijn handtekening, David Tennant. En dan mijn vingers zitten er een klein beetje voor, maar de... Harry Potter fans, en ik veronderstel de meeste van de kijkers en luisteraars zullen wel onmiddellijk herkennen wat er staat. Mors Mordre. Yes. Zijn bekende quote uit vierde film, want hij, of, hij speelt alleen maar mee in de vierde film, maar tijdens het WK Zwerkbal, waar hij het duistere teken oproept. Ja. En dat is ook altijd wel leuk, want je hebt Harry Potter acteurs, je hebt andere acteurs. Ja. En David Tennant is een andere acteur die meespeelt in Harry Potter. Ja. En wel cool dat hij wel dan een quote of een spreuk of whatever, wat dat hij heeft gezegd in de film, ook neerschrijft. Ja. Want ja. We zien soms dat sommige mensen echt moeten denken, hè, dat ze weinig inspiratie hebben. Voilà. En anderen weten onmiddellijk van, tjak, dat is het. Nee, en wat dat mij nu ook opvalt, omdat je nu die pagina toont, hij ziet dat bij de meeste acteurs, dat ze zo wel maar één pagina gebruiken. Ja. Ook al zeggen we vaak van, ah, je mocht de dubbele pagina we gebruiken. We geven altijd het voorbeeld voor van een handtekening Jesse en voor nog iets te tekenen of te schrijven of iets persoonlijk. Maar dan merk je wel. Ik denk dat onze meeste volgers deze ondertussen wel al eens gezien hebben. We geven altijd het voorbeeld van Jesse Prachtig. Cave. Prachtige tekening over de beide pagina's. En ze mogen dat echt doen. Maar om de een of andere reden, zoals hier hebben we Ralph Ineson, die ook die dag tekende, ook op een van de pagina's. Kijken of er nog iemand... Denk niet, bij Caroline Pickles niet. Nee, zij heeft iets getekend. Dat valt toch nog mee als ik er zo een keer op terugkijk. Maar er zijn er wel een aantal die echt maar één pagina signeren. Maar goed, het spaart ons boek ietsje beter. Ja, voilà, absoluut. Het is oud. En dan daarna hebben we nog een foto genomen met hem, met het boek. Voor de mensen die hem nog nooit in het echt hebben gezien, zijn sappig Schots accent is nog, nog beter in het echt dan op televisie. Dat is inderdaad wel waar. Zal ik er even kijken op onze website om de foto te tonen? Ja, wat was hoe kort het ook was, omgekeerd evenredig was het echt aangenaam ook. Op de foto ziet, een soort Hawaii-hemd aan. Vond ik ook wel fantastisch. En een fijn accent. Hij was super vriendelijk. Ik denk dat we eerlijk mogen zeggen, mochten we op voorhand kunnen weten dat elke ontmoeting zo vlot zou gaan, maar absoluut. Even kort zou zijn, we zouden misschien wel tekenen, hoor. Ja, absoluut. Het is altijd leuk als we wat meer tijd hebben, maar verdorie, het is ook eens aangenaam als het lekker vlot loopt. Zeker, voilà. Dus iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we David Tennant konden ontmoeten en David Tennant zelf, dikke merci alleszins. Kleine daarvoor. Insteek ook voor alle Harry Potter fans die aan het luisteren zijn, die ook Whovians zijn, Dr. Who fans. David stond dus in de Harold Pinter Theater. De huidige lopende show, of die binnenkort zal starten, is Lemons, 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 met onze allerfavoriete companion, Clara Oswald, aka Jenna Coleman. Koop je ticketje. Ik heb er geen percentje in, maar koop je ticketje. Oké, zalig. Het enige dat ik mij dan nog van daar het moment aan het theater onthouden of herinner, is dat we buiten kwamen en er stonden daar twee Australiërs, of ja, een mama en een dochter, die ook zeer fan, allebei fan waren van Harry Potter, maar ook van David Tennant. Ze kwamen, of ja, het kan niet zijn dat ze speciaal van Australië kwamen daarvoor, maar toch, ze hadden dat er veel voor was, over kwamen, op David Tennant. Te zien, dus ze Could you get us in? Do you work here? Can we meet him, please? Ja, inderdaad. De moeder was duidelijk niet op haar mondje gevallen. Nee, klopt. En ze dacht, nou, wij ook werkten voor theater, omdat je buiten... Ah, ze gingen het aan iedereen gaan vragen. Ze dacht aan iedereen krijgen, want haar dochter was de grootste fan. Zeer grote dus fan. Dus dat is wel tof. En zo hebben we al een paar keer op verschillende locaties ook fans of Harry Potter fans. Ik denk dat ze nog Harry iets grotere was ja, dan Harry Potter fan. Dat denk ik inderdaad ook. Het verschil is iets tussen 99% en 95%. Voilà. Dat zal niet veel verschil hebben. Yes, maar dat was nummer 4. Nummer 5. Absoluut. En dan hadden we in dezelfde buurt nog één andere ontmoeting. Hadden we een kans. Hadden we een kans op een ontmoeting. We moesten een beetje onze stoute schoenen aantrekken. Ja,
Klopt. Niet mijn sterkste punt, wel een van jouw sterkere punten. Ja, ja, klopt. Maar kijk, ik heb mezelf toch eens overtroffen. We hadden een contact ook met een ander theater in Bouw, de Palladium Londen. Klopt. En om daar Down French ja. te moet ik ga even een keer op het scherm tonen wie dat we bedoelen. Dat is deze dame en zij speelt de Fat Lady, of de, ja, de dikke dame. Stond ook op de planken daar. In de... Dit is een screenshot van de derde film, ja. Voor alle duidelijkheid. En ze stond inderdaad ook op de planken. Met Jack and the Beanstalk. Oké. Okay. En ik heb mijzelf laten vertellen, alhoewel ja, laten vertellen, ik heb zelf al opgezocht, dat zij wel een vrij bekende Britse comedian is. Ja. Zelf. Dus daar, voor ons misschien niet de grote naam, maar in Groot-Brittannië, in Engeland, ja. is hij wel ook wel redelijk gekend. Ja, voor ons niet onmiddellijk gekend. Hij heeft ook heel veel volgers op Instagram, zag ik. Oh, wist ik niet. Dus voilà, ik heb het ook opgezocht. Maar kijk, die trad daar ook op. Dus we zijn toen naar het theater geweest. Maar we hadden een beetje contact vooraf. Hè. Ja, we hebben klopt. Al een tijdje contact met de agency. Maar het was altijd hetzelfde liedje. Ja, ze wil wel tekenen, maar heb je geen schema, geen tijd. Busy schedule. Niet in de planning, dit, dat. Dus aan de ene kant is dat wel leuk voor ons. We hebben nog zo'n contacten, dus we weten wel van... Ja, kijk, die mensen willen tekenen, dus ooit komt het goed. Aan de andere kant, na zo'n 2 of 3 jaar mailen, willen we ook wel een keer dat het in orde komt. Ja, absoluut. Dus hadden we gemaild naar de Palladium in Londen. Zij zeiden van, ja, kijk, jullie mogen zeker van ons langskomen, maar je hebt de goedkeuring nodig van haar agent. De agency zei, ja, voor ons geen enkel probleem, maar je hebt de goedkeuring nodig van de personal assistant. En de personal assistant kregen we niet te pakken. Dus dan dachten we, laat ons een klein leugentje er gewoon zelf best wel maken. Naartoe gaan. Voilà. Voilà. We kwamen naartoe. We zijn eigenlijk ook heel vriendelijk onthaald. Ja. We mochten direct... Eigenlijk mochten we ook direct binnen. En ik vond dat daar zelf de wachtruimte iets luxueuzer. Dan was iets ruimer, maar iets killer dan wel. De gezelligheid ging weer... Het was minder gezellig. Iets kil. En daar kwam... Ja, wie was dat eigenlijk? Een medewerker. Een medewerker, een manager. Iemand van het theater, ja. van de organisatie. Kwam bij ons een keer vragen. Van, kijk, wat is de bedoeling? Van, ja, het is in orde. Hè. We ja. hebben gesproken met de pressoffers ja. hier van deze locatie. Van, ja. van de London Palladium. We hebben de goedkeuring van de agency, allemaal geen probleem, dat klopt wel. Allee, we hebben niet volledig gelogen, maar om niet te zeggen dat het echt al in kannen en kruiken was, was misschien nee, een heel klopt. Klein beetje overdreven. Klopt. Maar er was één probleem. Was toen. Één probleempje. We zaten iets te kort op de deadline ja. van de start van de voorstelling. En waardoor... ze zat in de make-up. Ze zat eigenlijk in de make-up. En eigenlijk is het verhaal van... Ze wou heel graag tekenen, ja. wat dat ze ook gedaan heeft. Zeker. Maar ze wou ons niet ontmoeten, omdat ze al half geschminkt was. En dat lag bij haar gevoelig. En ja. dat is iets waar dan wel direct... De naaf van haar opgestoken, de naaf van haar ja. gezicht geschminkt. Ze was bezig nog met zijn hom te kleden en dergelijke. En daar konden we allebei wel ja. begrip op brengen. Zeker. Dus we moeten heel eerlijk zijn naar de mensen toe. We waren er niet bij nee, in deze klopt. Ontmoeting. Maar we gaan er wel vanuit dat het haar handtekening is. We hebben het al eens online nagekeken. Hè. Het is wel een authentieke okay. handtekening. En wat heeft ze geschreven? Oh, Bart, wat doe je mij nu aan? Ik weet niet van buiten waar dat ze getekend heeft. Spannend. Alhoewel, ik denk... Ah ja, kijk, ik wist het toch nog. My brain is fantastic. Pagina 32. Tot huge, de eerste ja, keer, maar ik weet het. Ik had eerst lezen, maar ik weet het niet. Van, huge, big, fat lady love. En dan haar handtekening. Damn. En zij heeft wel... De yes. 2 pagina's gebruikt, kijk eens daar. Voilà. En voor de toekomstige koper zelfs een hartje. Hallo. Nice. Hey. Hallo. Voilà. Maar eigenlijk, ja, over die ontmoeting kunnen we zelf niet zoveel vertellen. Het verhaal van hoe dat we binnenraken ja. is meer het verhaal voilà. Van de handtekening. Voilà. Maar die mens wel, die medewerker, was dan wel zo vriendelijk ja. voor ons om het aan haar te gaan vragen. Hij kwam terug van, ja, sorry, gasten. Ja. Ze kan momenteel, of, ja, gezien de omstandigheden jullie niet ontmoeten, maar ze wil zeker wel signeren. Hij heeft dan het boek meegepakt en dat is nog zoiets. Ja. Hij zag dat we zijn daar wel redelijk gevoelig ja. Rond, omdat we eigenlijk niet graag het boek uit handen geven heel als veel we er niet bij zijn. Ja, we hebben heel veel voorstellen ja. van de agencies die zeggen, stuur het maar op over ons lijken. Ja, nee. We hebben het zelf mooi, nog maar 1 keer gedaan met John Cleese, ja. maar dat is... Toen waren we aan het begin van het project, stonden er nog maar 2 handtekeningen in. Als we inderdaad terugkeren, zal Dieter dat wel nog een keer wat uitgebreider vertellen, de John Cleese-story. Maar nu doen we dat voor alle duidelijkheid alleen maar in uitzonderlijke situaties. Ja. We gaan nooit het boek opsturen. Bijvoorbeeld nog een...
een allee, leuke en geen leuke anekdote daarbij is. Twee maanden geleden ging ik naar New York. Ja. En we hadden al heen en weer gemaild met de manager van Fiona Shaw. Dat is de dame die Tante Petunia speelt, die blijkbaar voor een groot deel New York-based is. Ja. Heel de tijd contact gehad en ik kon ze daar ontmoeten, maar ik kreeg geen definitief antwoord. Dus ik speel dat door naar Dieter, van ik ga een boek niet meedoen, ik moet hem overal meesleuren dan, dat is wat gevaarlijk en ik heb geen zekerheid dat ik ze daar kan ontmoeten. Ik zit op het vliegtuig, net voor ik ga opstijgen, krijg ik een mail binnen dat het oké is voor Fiona Shaw. Dus ik had die boek niet mee en dan nog even zo zitten met Dieter overeind van, misschien moeten we hem opsturen, maar toen dachten we van, dat is echt geen goed idee en we hebben dat ook niet gedaan. En we hebben helaas ook Fiona Shaw nog maar niet spoiler ontmoet. Naar de toekomst toe, we gaan ze ontmoeten. Ja, nog niet ontmoet. Want ze is af en toe in Groot-Brittannië en dan hopen we haar daar te ontmoeten. Oh, dat lukt wel. Voilà. Ik denk dan, tezij dat jij nog iets wil vertellen. Voor de rest van de avond hebben we nog even rondgelopen in Londen. Zeker. Misschien dat we nog een tip kunnen geven voor als mensen kortdurig naar Londen willen en zeer goedkoop een bed zoeken. Als ze niet te kieskeurig zijn. We hebben overnacht in een common room. Een hostel, maar ik ben de naam even kwijt. The Generator. We hebben inderdaad... Zeer aangenaam, met een bar en je komt te eten. Ja. En ze toonden de voetbal. Ben een voetbalfan, ja, dus dat is altijd leuk. Klopt. Euro per persoon was dat betalen. Ja, het was wel een kamer waar je met een aantal mensen ligt. 10 bedden, maar... Maar ja, voor de mensen thuis... we zijn laat, een uur of 10, 11 gaan slapen. En om 5 uur moesten we weer opstaan voor de eerste trein te hebben in het station. Als je al blij zit dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je warm ligt, dat je in een bed ligt, heb je niet superveel slaap. Als er echt iemand zegt die zegt dat je 10 uur zware slaap nodig hebt, daar ga je dan niet halen. Zeker in zo'n hostelkamer niet. Maar als je een beetje uitgerust wil zijn... Weet je, we hebben het al veel erger gehad. Voilà, we hebben al 1 keer overnacht in Londen. Dan gewoon de nacht wakker zijn doorgebleven. Iedereen te stellen, is de af. Een ander verhaal. Dat is voor een ander verhaal. We leven nog. Uiteindelijk staan we nu op 53, als ik me niet vergis. We staan op 53. En weer al een aantal... afspraken, eventueel potentiële afspraken in de pipeline. Moeten we nog niet spoilen? Nee, maar ik denk dat we nog steeds rond de 15 à 20 bevestigingen hebben van mensen die willen tekenen. Klopt. Het is gewoon een beetje moeilijk om het logistiek in orde te brengen. En iets dat ik nu ook wel met de mensen thuis wil delen, waar we ook bewust voor gekozen hebben. Je vindt dat in samenspraak met andere acteurs en actrices, mogen we wel zeggen, denk ik. Ons doel is nog altijd om er 107 plus 1 te hebben op het einde van de rit. Maar zoals dat je weet, zijn er helaas een aantal acteurs of actrices ons al ontvallen. En een aantal mensen waren er helaas niet meer voor we gestart zijn met het project. En die hebben we eigenlijk niet meegepakt in onze lijst. Ja, waarom niet? Speciaal, omdat ze... Acteurs zoals Richard Harris, zoals... Alan Rickman, Snape. Een aantal anderen ook. Ik denk de acteur die Ollivander speelt, die klopt. Herman Duffling speelt. Ze waren ook al John overleden. Hurt. Ja, inderdaad. Toen we de lijst opstelden, hebben we die niet meegenomen. We konden daar geen rekening mee houden. We hielden er rekening mee dat ze overleden waren. Ja. Dus goed, we konden moeilijk zeggen, van we gaan proberen die mensen hun handtekening te scoren. Klopt. Ging een beetje lastig zijn. Ja, dus die staan niet in de lijst. Nee, klopt. Maar wat wel jammer genoeg gebeurt... Ja. Absoluut. Er zijn mensen die nog leefden en, toen we begonnen. Daarom hebben we ervoor gekozen om, en ik ga het even hier tonen op het scherm, Helen McCrory. We hebben ervoor gekozen om Helen McCrory, die in Narcissa Malfidus speelt, die helaas overleden is, om haar pagina open te laten. Vorig jaar aan kanker, En was nog maar pas in de 50. Ja, en veel te jong. Veel te jong ontvallen. Net als in oktober, denk ik, Robbie Coltrane. Hagrid eigenlijk ook speelt. Nog maar in de 70, echt heel erg oud is dat ook. En daar hebben we ook er bewust voor gekozen om die pagina's open te laten. Laten we zeggen dat we een beetje spelen. Op gedachten, laten we een van de andere acteurs er een mooie boodschap noteren of zo. Maar we hebben dat besproken met een aantal acteurs en actrices. Ik zal nog geen namen noemen, want ik zou zeggen, kijk gerust naar de volgende afleveringen. Ja.
Maar we hebben dat besproken met die acteurs. En die zeiden ook van, het gaat zo een beetje raar zijn om dan wij daar iets te laten opschrijven. Het beste van al en het krachtigste signaal is die pagina open te laten. Want als je hem gaat gaan invullen met iets anders of door iemand anders, dan verdwijnt hun de ruimte toch weer wat. Klopt. Nee, klopt. En wie weet, wij kunnen er misschien nog wel iets mee doen, dat we als het boek af is, dat we er misschien op die pagina's een kaartje tussen steken van dit zijn behoor, we over aan het nadenken. Deze pagina behoort toe. Of, ja. Allee, of misschien van voor in het boek een soort in memoriam van alle acteurs die ons jammer genoeg veel te vroeg hebben verlaten. Daar zijn we nog over aan het nadenken. Ja, geef gerust een aantal suggesties in de reacties. Zeker. Maar wij gaan ze dus zeker niet laten invullen. Nee, klopt. En wij hopen van harte voor de gezondheid van alle acteurs dat het bij deze twee open pagina's blijft. Ja. Maar de realiteit is dat we zijn 20 jaar na de eerste film. Er waren al enkele acteurs en actrices op leeftijd in die eerste films. Het is soms een reis tegen de klok. Ja, absoluut. Om één naam te noemen en vooral duidelijkheid. Niet dat we maar weten of denken dat ze ziek is of zo, maar Maggie Smit is 88. Ja. En dat is eentje dat we nog niet hebben, die heel hoog staat op onze lijst, die we via allerlei manieren proberen te bereiken, te contacteren. Hij vindt zelf, en ik heb toevallig gisteren of eergisteren ook nog een keer gegoogeld, en hij vindt perfect inderdaad waar dat ze woont. In Engeland. In Google Maps is het inderdaad geblurred, haar huis. Klopt. Ja, maar dat gaan we ook nu niet doen. Daar gewoon... Nee. Om daarop in te pikken, vandaag is er een nieuwsartikel van iemand die ging gaan solliciteren aan de deur van minister Van der Linden. Die werd opgenomen door de politie en zit nu in de psychiatrie. Wij gaan niet proberen aanbellen aan het huis van Maggie Smit. Nee, voilà. Want zo dadelijk zitten we een podcast te maken vanuit de Engelse gevangenis. Van der Linden, Verlinden bedoel je? Verlinden, sorry. Ah, okay. Van der Linden, minister Van der Linden. Mijn ex-paas. Ja. Toffe madame, soms. Ik denk dat dit zal geknipt worden. Ja, voilà. Nee, dat kunnen we hier afsluiten, deze Zeker. Aflevering. Graag iedereen thuis, dankjewel om te kijken om te luisteren. Volgen, ja. En ik denk dat we elke aflevering met hetzelfde gaan afsluiten. Heel kort, als je zelf suggesties of namen hebt of contacten of dergelijke, stuur ze zeker door. Je vindt ons zeker op social. We zijn aanspreekbaar. Zie je beurzen. Misschien de specifieke oproep waar we deze week aan hebben gedacht. Sommige acteurs en actrices zijn ondertussen ook producers, regisseurs, filmmakers. Zie je filmfestivals? Waar bepaalde films worden voorgesteld, waar die mensen aanwezig zijn, laat het ons weten. Zie je beurzen? Wij volgen veel beurzen, maar zijn er te veel om allemaal te volgen. Zie je beurzen waar acteurs en actrices aanwezig zijn, stuur het ons door. Ja. En ben je heel toevallig het lang verloren gewaande kind van een van die acteurs en actrices? Laat het ons zeker weten. We zullen je warm welkom heten. Voilà. Yes. Dankjewel.